Na de 2-2 van gisteravond hebben we vandaag weer een rustdag. Nou, wat doen we nou allemaal op een rustdag? We staan rond een uurtje of 9:30 op. Dan gaan we rustig rekken beneden in de fitness in het hotel. Daarna ontbijten. Dan hebben we een beetje vrij totdat we om 11:45 in het veld gaan. En zoals je op de achtergrond kan zien, gaan we een hele ontspannen training hebben. We hebben net al gelopen. En nu gaan we een beetje wat corners en wat dat soort dingen doen. Dan hebben we vanmiddag rustig vrij. Kunnen we de wedstrijd op tv kijken. Want vanmiddag is de wedstrijd Spanje-Engeland. En dat is nog van belang van de andere pool. Dus die gaan we rustig kijken. En dan hebben we s'avonds een bespreking en daarna eten. En de hele dag kunnen we ons ook natuurlijk door de twee fysio's laten verzorgen. En dat is een beetje een standaard rustdag voor Nederlands afval. Morgen spelen de hele belangrijke wedstrijd tegen Korea. Om ons te plaatsen voor de halve finales op de wereldkampioenschap. Het is een wedstrijd die we in principe ook nog met 1-goal verschil zouden mogen verliezen. Maar dat is natuurlijk niet van tevoren onze uitgangspositie. We gaan er gewoon voor om gewoon de 3 punten te pakken en zo goed mogelijk positie in de pool te krijgen. Het enige is dat we de laatste jaren eigenlijk vrij veel problemen met Korea hebben gehad. Het is een ploeg die heel sterk kan verdedigen. En uiteindelijk op de counter heel snel is met CO de speler van Laren. Dus we zullen moeten zorgen dat we in elk geval verdedigend goed ingericht staan. En dat we onze kansen, die we ook zeker weer gaan krijgen, gaan benutten. En ik heb wel vertrouwen op goede afloop.